Hallo mensen van Games Excellen, welkom bij deze nieuwe video en ik druk het verkeerde knopje in. Sukkel, Silk Touch Pickaxe, die ga ik even hier neerzetten. Heb ik nog een axe? Welkom bij deze nieuwe video, episode hoeveel? Uit mijn hoofd 61, 62, ik weet het echt niet. En vandaag wil ik weer een beetje verder gaan bouwen aan het village. Village, in de hier. En ik wil niet laten zien wat ik echt totaal bouw. Kijk, heb ik een beetje kapot te raken. Ik wil niet laten zien wat ik 100% ga bouwen. Ik wil zeg maar een kleine stukjes knippen. En dan, maak ik dit even af. En dan ben ik zo terug, weet je wel, zoiets. Want dan wil ik eigenlijk van jullie weten wat jullie eigenlijk chillst vinden om te zien. Dat ik het gewoon helemaal bouw. Of dat je kleine stukjes gaat zien. Dan kan je deze video beoordelen dan. Oh, wow, 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 wow. Wat is dit? Goed zo. Are you kidding me? Het begint net nacht te worden, dus ik wil gaan beginnen. Ik moet hier echt een keer villetjes naartoe zien te krijgen. Maar dan moet ik eerst al die paden nog aanleggen en zo. En ja. Iemand zei tegen mij, maak een strand. Ja, dat wil ik best een keer gaan doen. Maar ik wil dit eerst weg hebben. Dat moet ik eerst allemaal verplaatsen. Ik wil dat ding, ja, ik weet niet. Zou ik dat een keer helemaal weghalen of zou ik dat gewoon een keer... Ik weet echt niet. ik heb wel gehoord dat je voortaan XP krijgt als je farmt. Nou, ik heb nog geen XP gekregen nu. Volgens mij is het niet eens... Maar wel als je breed, dat weet ik wel. Maar farmen niet, zo te zien. Ik heb geen XP gekregen. Ik heb het gehoord dat dat zo is, maar als ik dit zo zie, dan begin ik toch te twijfelen. Nee, ik denk het eerlijk gezegd niet. Zal ik even... Nee, ik maak niet gewoon een chest. Ik wil eigenlijk hier wil ik een beetje beginnen met bouwen. Achter mijn huisje en hier een beetje, weet je, gewoon een random paar huisjes. Ja, dit moet ik eigenlijk veranderen in deur. Heb ik deur bij? Tuurlijk heb ik geen deur bij. Dat we hier even gauw een tijdelijke deur neerzetten. Terwijl ik helemaal geen deur heb. Maakt allemaal niet uit. Dit maak ik wel even gauw. Even een tijdelijke deur. Zodat ik naar binnen en naar buiten kan vanaf hier. Kom op. Waarom springt je niet? What the fuck? Is er mis met het ding? Ik kan het zeggen, kom op man. Kijk, een deur, dan kan ik naar binnen en dan kan ik naar buiten. Ik wil even hierin een beetje... Oh, foute chest. Ook niet. Ja, hier kan er wel een paar in. Een annapul, nice. Oh ja, dan ga ik even slapen en dan moet ik even dirt meenemen. Wil ik dirt meenemen? Dirt. 2 stacks is genoeg. Oh, ik klikte mis. Heb ik hier nog ergens zand? Oh, zand. Nee, dammit. Heb ik helemaal geen zand meer? Kut. Nou ja, dan kan ik dus nog geen strand maken. Dat ga ik nog een andere keer doen. Dan ga ik gewoon even naar, die XP grinder. Of nee, XP grinder. Die sand generator wil ik eigenlijk weg gaan halen. Dus, ja. Hij doet het niet eens meer. Vanwege die nieuwe update doet hij het gewoon niet meer. Dus, vandaar. Maakt wel ook niet uit, maar... What the fuck? Is it wrong? Oh, ik ga eerst wel even slapen dan. Slaap. 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 Goed zo. Dus ja, ik ga gewoon een beetje recorden. Ik ga beginnen met bouwen en dan... stop ik het record even. Ik kan net zeggen, je moet dat gewoon kunnen halen. Zie je wel. Ja. Ik kan hier eigenlijk ook nog even een soort van stadje te maken, maar ja. Misschien dat ik hier zelfs een keer een vuurtoren ergens neer ga zetten. Dat is misschien wel leuk. Verder. Ik denk dat ik ook een soort van houthakkersplek ga doen. Ik ga dit eerst even weghalen, want hij doet het toch niet meer. Oh, lag. Als de gek, jongen. Maar echt als de gekste lag, hè.
Een hele deur dat ik meeneem, ja, dat maakt niet uit. Dit deed toch allemaal al niet meer, dus ja. Dan haal het gewoon meteen weg. Waarom lag ik zo? Ik snap er echt niks van. Ik ben eigenlijk helemaal niks aan, echt aan het doen. En ik lag als de pest tyfus pleuris. Nou, als het nu nog lag, dan weet ik het ook niet meer hoor. Dan is er gewoon verloren hoop. Ik maak even chest. Want anders dan gaat ik echt vol met troep zitten. En dat is niet chill. Oh, mijn lag. Oh mijn god, die lag. Ik word echt ziek van. Ja, ik ga beginnen met bouwen. Wat ga ik doen? Ik ga hier een huisje maken. Nee, wacht. Ik wil eerst het houthakkershuisje. Redstone. Ja, dat wordt een beetje gewoon iets donkerder en normaal hout, zeg maar. Nee, even wat slabs maken. Ja. Zo. Dus. Ik wilde eigenlijk een soort van houthakkershuisgeval-achtig iets gaan maken. Ik had het ook bij Vintage Beef gezien, dat weet ik, mensen die hiermee kijken. Het is ook in de server van de Endcrack en het ziet er echt wel leuk uit, op zich ook. Kom op, heb ik natuurlijk weer geen deur mee. Natuurlijk net weer weggelegd. Nee, maakt wel niet uit. Nee. Weg. Ik zat eigenlijk ook een beetje in gedachten met stairs. Heb ik alleen maar slabs gemaakt, maar ik wil ook even wat stairs. Zo. Come on. Je ziet mij een klein beetje bouwen vandaag en de rest eigenlijk, ja. Gaan jullie mij niet zien bouwen. Pudum pudum. Oh, dit is fout hè. Ik doe het even met slabs, maakt dan niet uit. Ik ga gewoon even zelf iets verzinnen, hè. Dus het is niet, misschien helemaal niet zo mooi, maar... Dat merk ik dan vanzelf wel. Weet je wat ik beter kan doen? Ik kan gewoon eigenlijk gewoon misplaatsen. Even een beetje van deze maken en dan gewoon... Ah, een beetje sterks erbij, jongen. Ja, dan doe ik even mijn pickaxe, want die gaat sneller. En waarom ik lag heb, dat snap ik echt niet. En dan gewoon zo, corner sterks. Oh mijn god! Ik ben trouwens weer net terug van school, dus... Hey, meteen corner. Oh, dat was chill. Zo. Deze wil ik ook eigenlijk corner ster. Kan dat zo? Yeah! Voor de win. Dat ziet er wel epic uit. En dan moet ik even met dit gaan doen. Want anders dan ga ik het niet... Dit wordt zeg maar een klein hutje. Het wordt niet echt een hutje waar iemand in gaat wonen of zo. Maar zeg maar gewoon het hutje waar, waar de houthakkers zitten overdag als ze aan het houthakken zijn. Ja, dat klopt. Oh, dat ziet er wel echt stoer uit. Dat ziet er wel echt stoer uit, vind ik. Zo. Die hoeken vind ik vet. Oh, moet ik weer nieuw bij maken. Dat gaan we even doen, hè. Ja, dat gaan we even doen. Zo. Wordt gewoon een klein hutje eigenlijk. Wat dit. Zo. Ja, yeah, voor de win. En hier komt dan de deur en dan. Damn it! Damn it! Ik wil twee keer fout plaatsen, hè? Kom op. Goed zo en dan. Ja, dit
ik denk wel dat dit een beetje leuk uitkomt te zien. Ik maak deze dak even af en dan ben ik zo bij jullie terug. En ik ben weer terug. En ja, dit is eigenlijk het soort van designtje wat ik heb ervan heb gemaakt. Ik vind het niet echt zo heel mooi. Oh fuck, natuurlijk kan die nergens van die toortjes plaatsen, hè? Natuurlijk niet. Het is eigenlijk gewoon een huisje waar ze even een pauze in nemen, zeg maar. Het is niet echt, ja. Ja. ik moet dit eigenlijk even allemaal weg zien te krijgen. Mijn shovel, je krijgt toch heel snel een goede chant op een shovel. Dus ik gebruik hier gewoon even mijn shovel voor. Omdat het kan. Wow, weer frame erop staan. Dat is niet normaal. En ja, hier ga ik net zoals bij Vintage Beef. Ja, ik weet het. Ik kijk naar hem en hij heeft echt zo'n leuke, goede ideeën dat ik... Dat ik denk van, ik wil er ook gewoon maken, weet je. Misschien, maybe lukt mij dat ook wel. Dus vandaar dat ik dat doe. Ja, ik weet dat ik doe met de shovel. Alle Minecraft pros of ga me nu haten, dat maakt me allemaal niet uit. Oh, shovel, hè. Want de pickaxe is veel beter. En dan kan ik net zo goed even de shovel weghalen. En dan worden het stompjes. Ja, het worden stompjes. Nou, ik ga even doen wat ik eigenlijk wou gaan doen. En dan ben ik weer zo bij jullie terug. Dit is eigenlijk wat ik dus bedoel. Dat ik dit van die clipscenes doe. Misschien is dat wel leuker om mij zo te zien bouwen. Zo kan ik ook veel meer bereiken in één episode. Dus vandaag. Yo, en daar ben ik weer. En ja, kijk. Dit is een beetje wat ik wou gaan doen. Het lijkt er een beetje op alsof ze het zelf hebben gebouwd. Of het is zelf hebben gedaan. Dat zelf het licht hebben geplaatst. Stompjes heb ik gemaakt. En de stapel. Deze stapel heb je heel, heel mooi. Kan je dit zo doen. Kijk, let op, hè. Rails. Nee, fuck. Hier, ik wil hier eigenlijk de rails leggen. Jij weg. Jij weg. En jij weg. Oh, er komt een scooter voorbij. Sorry als jullie mensen er hoorden. En weet je, Vintage Beef, hè, die zei dat heel veel mensen dit doen, hè. Let op. Zo. Dat het tegen de grond aan zit. Maar hij heeft een oplossing gevonden. En hij zegt dat hij dit mooier vond. En ik vind dat eerlijk gezegd ook mooier. Het komt meteen naar de grond. En van verder af ziet het er helemaal geweldig uit. Kijk, het lijkt gewoon net alsof het echt gewoon ja, vast zit aan de grond. Ik vind het gewoon echt een geweldige oplossing van hem. En ja, het lijkt nu net alsof ze een pakketje hebben hier. En ik wou hier eigenlijk een omgevallen boom gaan maken. Kijk, hier zo. Deze kant op dan. Een klein omgevallen boompje. En dat is maar een klein boompje die hier omviel. Dat maakt hem niet uit. En dan, kijk, ik heb wat leaves gepakt. Heel inventory zit vol met troep, dat weet ik. Dat maakt niet uit. Kijk, het hangt hier een beetje naar beneden. Zie je dat? Kijk, het hangt hier een beetje. Ik wil een beetje reality erin. En dan zo. De leaves, zeg maar zo. Die weg. Het hoekje weg. Of ja, het hoekje weg. Dan deze ook weg trouwens. En dan zoiets, denk ik. Nee, deze weg. Kijk, het lijkt nu net een beetje of een klein beetje of de leaves zeg maar nog aan zitten en de boom gewoon net is omgekapt. Zie je dat? De boom is gewoon net omgekapt, dames en heren. Kijk, ik ga deze even verplaatsen. Ik wil hem namelijk iets groter hebben, eerlijk gezegd. Oh, dus jungle. Ik wil hem gewoon wood hebben. Nee, ik wil eigenlijk gewoon de hele village gewoon eruit willen laten zien. Alsof de villager het zelf heeft gebouwd. Dat lijkt me echt gewoon geweldig om dat te zien. Om dat te kunnen maken. Kijk, en nu lijkt net of het... Alsof het is omgevallen. Kijk, en dan hangt hij nog een beetje naar beneden zo. Dit kan ik eigenlijk trouwens beter even opvullen. Nee, dat kan ik beter niet, want ik heb niks om ermee op te vullen. Nou, dit wil ik eigenlijk gaan maken. Ik denk wel dat dit leuk is. Ik denk wel dat het er mooi uitziet. En ja, nog even gewoon een vuurtje in het midden hier ergens. Zodat ze gewoon s'avonds met z'n allen gezellig bij elkaar kunnen zitten. Hier en dan hier doe ik dan gewoon vuur in of zo. En dan moet ik eerst nether rack hebben. Ja, dat wil ik eigenlijk maken. Ik wil hier ook nog even in de buurt een huisje gaan maken.
Die ga ik wel gewoon onscreen doen en dan sluit ik hem af. Denk ik. Ja, ik heb hier genoeg bij voor. We kunnen hier eigenlijk ook een brug overheen gaan maken. Over de hele rivier heen. Kijk, ik ga hier even gewoon een lonely huisje neerzetten. En zet hier alvast een huisje staat. Oh. Dat wordt ook weer een best groot huisje, denk ik. Nee, gewoon een standaard huisje. Oh, dan kon ik net zo goed die andere pakken, maar dat maakt niet uit. Zo. En dan moet ik hier denk ik de deur. Zo, twee breed, zo. Twee brede raam. Hier een één breed raam. Een 2 en nog een 2. En hier weer een 1 brede. Ja. Het ziet zo goed uit, vind ik. Ja, een beetje een leuk design vind ik wel van het huisje sowieso. Heb ik hier nog half slabs? Ik heb hier nog half slabs. Mooi. Oh, ik kan dit beter met het volle blokken gaan doen, heb ik ze vorige keer tegen mezelf gezegd, hè. Dus dat ga ik het ook met mooi doen. Dat scheelt misschien heel veel half slabs. Ja, het maakt eigenlijk niet uit, want voor 3 blokken heb je 6 half slabs nodig. En voor 3 blokken heb je 3 blokken nodig. En voor 6 half slabs heb je 3 blokken nodig. Dus ik weet niet of jullie het kunnen volgen, maar het is gewoon eigenlijk gewoon. Het is niet duurder of zo, je bent maar. Ja. Het is sowieso iets makkelijker. Laat ik het zo zeggen. Zo. En deze nog. En dan in die hoek weg hier. En dan die toortjes nog plaatsen. Ik weet niet hoe lang de episode gaat duren. Omdat ik nu allemaal aan het knippen en plakken en zo ben gegaan. Dus ja. Even van buiten alvast verlichten. Dat maakt allemaal niet uit. Of ik dat nu of daar doe. Ik heb nu toch toortjes vast. Dus vandaar. Ja, die villager die hier nu in gaat wonen. Die zit nu een beetje lonely. En het is niet zo dat de houthakkers dit allemaal weg gaan hakken hoor. Want dan heeft hij geen natuur meer. En dat willen ze natuurlijk niet. Dus ze willen natuurlijk ook nog wel een tuintje hebben. Dus ja. Damn, ik heb te weinig. Crafting bench. Nee, waar is die? Hier. Zo, dit is wel genoeg denk ik. Hoop ik. Zo, meteen ook wat donkerhout gemaakt. Zodat ik daar ook meteen erin kan zetten in de vloer. Ik had hier nog, ja, ik had hier nog planes. Zo, had ik nog een deur? Nee, ik had geen deur. Tuurlijk niet. Ik zou eens een keer iets hebben wat ik nodig zou hebben. Oh. Zo. En dan, oh. Ah. Even hier de toortjes zo in huis. Hé, hey, dat ziet er op zich best wel chill uit. Als een, gewoon als een hangtafel of zo. Dat ziet er op zich. Op zich ziet het nog niet zo heel slecht uit. Nee, ik vind hem op zich wel goed. Chill. Oh, ik ga deze shovel niet meer gebruiken, echt. Die gaat veel te snel. Ik gebruik mijn hand wel. Nee, dat is ook niks. Nee, de kans wel zo. Wow, deze gaat echt snel. Nou, dat was het alweer. Dat was het werkje wat eigenlijk wat langer zou moeten duren dan dat het duurde, maar. Ja, ik wil steeds handiger aan het huisjes maken, want ik hoef niet meer te denken hoe ik het zou doen, want ik weet ongeveer de design al helemaal uit mijn hoofd. Ik weet hem eigenlijk al helemaal uit mijn hoofd, dus. Ja, dit gaat steeds sneller, thuisjes maken. Oh, dit ben ik vergeten.
ik kan deze ook gewoon zo maken. Dus waarom dat ik dat net bij de crafting bench heb gedaan, weet ik niet. Maar goed. Oh, ik zou hier wel even een deur in moeten zetten. Dus die ga ik wel even maken. Zo. Nou ja, dan ga ik daar maar weer renderen en al die dingen, hè. Oh, dat duurt altijd zo lang. Hier moet een torch. Nou, dat was weer een huisje voor de villagers. Jawel. Daar. En ja, een soort van houthakkersbedrijfje. Want ja, de villagers moeten ook werk hebben natuurlijk, hè. Met omgevallen boom. Ja. Ik hoop dat je het leuk vond deze episode. Het is weer het einde. Vond je deze episode leuk? Je hebt een groen duimpje. Abonneer op mijn kanaal. En voor veel meer. Niet alleen Minecraft. En ik hoop dat je het genoten hebt. Bedankt voor het kijken. En even een groene duimpje. 3 seconden. Dat scheelt voor mij heel veel. Daar heb ik weer zin om te recorden. En ja, tot de volgende keer.